And who's this coming up? It's all going mad here inside Mallory Park as we come up to the end of the World Professional Road Championship. And it looks like the Belgian has got this one. Monterey has won. Monterey has won. Van niemand die dat geloofde, zei van allemaal prof. Ik zei, een wereldkampioen. Ja, Roeselaar stond op zijn kopie. Toen hij mij echt genieten. Allee, zo jong en al wereldkampioen. Zij heeft het verre gebracht voor zo'n jonker. Hè? Maar ja, het verdriet was echt erbij. Hij kon alles, hè. Talent, hè. Dat was een supertalent, hè. Dat is een polyvalente coureur, hè. Sprint en van der Absten, bergop was hij ook heel goed, hè. En tijd hè, kon hij ook, dus hij kon eigenlijk alles. Ma il ragazzo c'era, aveva tutte le componenti per diventare campione, intelligente, furbo, scelta tattica della gara e poi veloce. De manier hoe hij de koers won, het gemak waarmee dat hij reed, hij had de fysiek, hij had de postuur, hij kwam goed voor, hij had iets meer dan een andere, hij had echt de kop van een kampioen. Als je dood van kleins af een traplore geweest, van hem dat hij gemaakt was, totdat hij ja, gestorven is. Stevelo was zijn vriend. Hij heeft nooit graag naar school geweest. Want hij zegt, ik kan niet langer naar school gaan. Ik kan niet verder leren ook, want ik wil een coureur worden. Ik was te leren, ik was een goede leerder, maar ik moest heel leren nemen, de velo taarde hem eerst. Zo dus, we zijn tegen hem, ja, uit 20% door van je lessen, had hem een velo hebben. Maar de belofte kwam, maar ja, we hadden 22 en de plaat nog een 40. Zo dus, als het blijft was van een velo te geven. Bij de onderbeginnelingen werd Jean-Pierre Monseret uit Roeselare, die dat jaar 18 overwinningen op zijn naam schreef, nationaal kampioen. Deze Jean-Pierre Monseret wordt in september aanstaande 16 jaar. Toen ik jaar of 16 was, 17 worden, ben ik dan beginnen koersen in juli en augustus en ik ging naar Erzbergen. En iedereen stond daar rond de kampioen van België en dat was Jean-Pierre Monseret, maar toen kende ik hem nog niet. Sinds dat is Monseret, die gaan winnen vandaag. Ja, allee. Ja, dat is dan goed, hè, ja. En op een gegeven moment in de koers zegt hij tegen mij, zie je Vlaming? Ik zei, ja. Ik zei, zeg hij monster hé? Ja, ik zei. Hij zegt, misschien een kampioen van België bij zijn, pas op hé. En ja, we hebben dan elkaar nog een paar keer gezien en we hebben dan iets beginnen drinken. Al iets gedronken achter de koers en dat klikte geweldig tussen ons. En hoe verder dat ging, hoe beter bevriend dat we waren en toen belden we regelmatig. En, zeker bij de amateurs hebben we dan heel veel samengereden in die trofeekoersen. Eigenlijk was Jean-Pierre wel iets beter of mij, of vond ik persoonlijk. Hij was iets rapper en nog iets intelligenter. Hij was wel heel goed. Ook een ging gaan trainen. Ze waren nacht van 5 uur. Waren ze aan het trainen.
Mijn vader met een brommer en Jean-Pierre erachter. En tegen dat de achter in de negende was, of nee, was men hier weer terug. En de andere zette hem toch nog maar aan. En ze kwam toch ook, Jean-Pierre, aan de trein. En ik zei, Jean-Pierre, oh, denk je vandaag geen hoesten. En ik zei zo, ho, en dat weer coureur komt, en dat trein niet. En dan ligt hij nog net als de baan. Maar ze verhaalt niet dat men al gedaan had met de trein. Ze waren bedrogen aan dat manneke. Bedrogen waren ze. Want dan zei ik win, je won. Hij won, ik kon winnen zaten, hij won. Jean-Pierre Monseret reikt de overwinningen aan elkaar. Hij is de te kloppen man in de jeugdreeksen. Iedereen is beducht voor de jump van Jambly. En aan de aankomst wacht Annie, die al gauw zijn vrouw wordt. We zijn getrouwd, ik was 18 en Jean-Pierre 19. Maar ja, we waren nog zo jong. He. We waren een hele knappe jongen, dat was, ja. Anders ging ik hem zeker niet genoemd. He. Dat was echt een lieve jongen. Ja. Jean-Pierre was altijd klaar voor een grapje, ja. Dat was een palitre. Ook in het buitenland leren ze Jean-Pierre Monseret kennen. In 1968 wint hij de Grand Prix Peugeot, een prestigieuze wedstrijd voor amateurs in Frankrijk. Monseret is niet meer te stoppen. In 1969 vertrekt hij als groot favoriet op het wereldkampioenschap voor amateurs in Brno, een stad in het toenmalige Tsjechoslowakije. Men det var fordi at jeg havde læst meget om Monseret i bladene. Han var en af de mest vindende ryttere, amatørryttere i Belgien. Jeg vidste, han ville slå mig i en spurt, hvis vi kom hjem i Brno. Jeg var nødt til at prøve at komme af med ham. Nu var det en meget hård rute med en stigning på 3 km. Og da jeg var god til at køre i bakker fra Danmark af, så vidste jeg, at det var det, jeg skulle prøve at sætte ind for at blive af med Monseret. Når jeg ser fotoerne bagefter, så synes jeg godt nok, at de ser lidt kede ud. Både Gustav van Rosbroek og Monseret ser lidt kede ud af det. Men de var også to belgier i finalen og havde sikkert forventet, at en af dem skulle vinde og ikke blive snydt af en dansker. Alle grote ploegen staan voor Monseret in de rij. Hij is pas 20 als hij in september 69 zijn eerste profcontract bij Flandria tekent. Ik was tweede in de koers, dus we wisten dat het een goede renner was. Het was een generatie die heel goed was. Le Mans, de twee Vlamings, Monseret, was de vrije lichting van als liefhebber. Dus we konden ons verwachten dat er ook een tamelijk goede lichting broekrennen komen. Mijn kameraad hier zegt tegen mij, als wij een goede renner worden, moet je niet blijven stilstellen en moet je overgaan naar de beroepsrenners. Ja, ik zeg er dus, reed ik beter dan ik bij de liefhebbers. Dus moet ik ook wel mee kunnen. Dat was niet slecht. Die goede kameraad was de Roger de Vlaming? Ja, dat was mijn goede kameraad. Dat was, je bent het nog altijd al? Ja, nog altijd, ja. We deden met alles samen. Ja, we gingen samen gaan trainen of zo. En dan stopten we een keer daar in een bakkerswinkel of zo. En dan probeerden we ons een record te vestigen zo, hè, met eclairjes. Er was altijd eclair zitten. Hè. En ik had er 19 en hij 17 of 18. Maar, maar dan in Appeltaart was hij beter. Nu ze ook bij de profs voor hetzelfde team rijden, kan de vreugde niet op. Twee jonge leeuwen liggen op de loer, klaar om de oudere generatie op te peuzelen. Het duo de Vlaming Monseret was de nieuwe lichting. Noël Fauré had er me van gesproken, die ik dan behoorlijk goed kende. En die zegt van, dat zijn de Comingmans. Je hebt nooit geen dag moeite daarmee gehad. En je hebt dan nooit geen dag van geklaagd dat dat rapper er ging. Of bij de liefhebbers, of dat dat andere koersen was. Je kost hem direct aan alles aanpassen. Want hij stond niet, was nog maar, hoe lang was een beroeprenner ook nog de Ronde van Lombardije won? 3 weken was een beroeprenner. Monseret toont meteen zijn klasse. Iedereen is verbaasd wanneer hij in oktober 69 als jonge blaag de Ronde van Lombardije wint. Hij is nog maar 1 maand prof en hij heeft al een klassieker binnen.
enkel de Super Scum dat na een eerste jaar, dat is merksniveau, superniveau, de mannen die de eerste jaar zich bewijzen en op het hoogniveau meedraaien. Wow, wij stonden daar niet bij stil, wij koesten en we wonnen wij en we trainden wij samen en we waren wij bezig. Ja, mensen die pijsten wel dat hij zou spelen allemaal. Hè. Jean-Pierre kon er echt zo gesappig over babbelen. Zo. Hij zegt, wie pijst in Brussel dat nest was, zo. Zij was Vlaamse taals. Maar ja, ik volg ik hem daarin in. Ik zei, we gaan hem een keer rijden. En misschien dingen waren wij bezig, altijd, we waren wij al met ons koersen bezig. Hè. Maar wij wilden de indruk geven dat we er niks voor deden, maar in feite trainden wij er heel veel voor. Sinds zijn 16e traint Monseret met Jacques Delva, een blinde kinesist uit de omgeving van Roeselare. Delva is een vernieuwer in zijn vak, die technieken uit het yoga en de gymnastiek introduceert. Monseret en Delva vinden het uitstekend met elkaar. Ze stuwen elkaar naar de top. De zoon van Jacques, Michiel Delva, zag het van op de eerste rij. Mijn vader was er op slag, hè? Ja. Hij was er weg van eigenlijk. Hè? Als hij de benen betastte en de rug. Maar je wist direct, ik heb er hier een vast. Hè? Dat is uitzonderlijk. We moeten telkens naar je. Rustig en diep ademen. Na de oefensessie, dus krijg je een sportman die ik echt zwaar getraind heeft. Dus daar moest automatisch een douche bij komen. Maar mijn vader had al vlug door dat je met warm water niet het effect bereikte dat hij wou. En hij voegde daar dus het koude water aan toe. En dat was in de hoek. Eerst kreeg Jimpy een beetje warm water. En dan moest hij in een vol bad gaan rollen om die totale reactie, hè, van teweeg te brengen in zijn lichaam, van bloedvaten die samenknijpen, hormonen die vrijkomen in de bijnieren. En dan ging je weer naar het warm en weer in het koud. Hij kwam uit dat koud water en kreeg zo het gevoel dat je door de muur kon rijden. Hè. Er waren andere renners die zeiden, ja, maar ik verkrampen dat toch een beetje van het koud water. Jumpy zei toch, ja, maar dat zijn mietjes, die moeten niet koersen, Jacques, hè. Dus hij ging verder met de kampioen, hè. Ja. Op het Belgisch kampioenschap van 1970 in Ivoire worden de dure plaatsen voor het WK in Leicester verdeeld. Eddy Merckx is gebrand op de overwinning en wil voor de eerste keer de tricolore bij de profs. Je bent nog nooit kampioen van België geweest bij de beroepszenders, Eddy. Nee. Ja, ik denk dat het kampioenschap toch zelfs aan het zegen zetten, moet toch altijd een beetje geluk bij pas komen. En ik denk, natuurlijk, je moet eerst en vooral goed rijden ook. Maar het geluk speelt ook een rol, denk ik. Jean-Pierre in een kampioenschap van België. Dus drie keer achter Merckx weer gewonnen, omdat me wegliep. He. En de laatste keer heeft een rolleerde combi gezond en heeft geen vrucht. Zul je dan misschien wel min? Bij ook zeggen, ik heb dan nog nooit gewonnen en hier mijn carrière. Waar zijn we? Ik ga me laten overleven. En kijk, die hebben dan bij de groep gebleven. En Jean-Pierre heeft niet meer gesprongen, maar de groep heeft weer gekeken naar Jean-Pierre. Maar zijn bedrogen niet te komen. En Merckx was weg. Merckx is alleen naartoe gekomen. En toen is Jean-Pierre dan daar gesprint. En zo is het mogen meegaan naar het wereldkampioenschap. Ze selecteren dat al op een koersgebied van kampioen van België. Dus een kampioen van België had al zeer mee, dus hij was zeker dat hij mee ging. Maar ik zei ze toen, en die mensen mogen twee coureurs kiezen of drie voor BM mee te gaan, dus als Uip of Flik Oe. En hij heeft gezegd dat Jean-Pierre, dat nam Jean-Pierre mee vroeg. En er waren er dan vele in dat wel het bloed gespekt had dat nam mocht mee hadden. Nou, jongen van Baan, de kop. Ja, maar het was toch geen gewone meneer prof. Als je ziet, zijn opmars, je kon toch wel zien dat er iemand is die
die iets meer kon dan de gewone neoprof. Als ze meegegaan is naar het WK, is wel daar tegenover iets stond dat hij zijn plaats wil verdienen om naar het WK te gaan, want de plaatsen waren heel duur in die periode. En kort voor het WK is er Parijs-Luxemburg en Jean-Pierre wint daar in helse omstandigheden de eerste rit. En mijn vader zegt ook, kijk, het bewijs is er, je hebt die rit gewonnen, je staat er weer, je bent er klaar voor, maar stap eruit uit die ronde en recupereer verder, maak dat je met echt opgeladen spieren aan de WK kunt beginnen. Het plan was wel duidelijk, het WK winnen zonder de aandacht te trekken, om zeker geen favoriete rol naar zich toe te halen. En ja, daar was hij grootmeester in. Het toneelspelen kon hij als geen ander. Jean-Pierre, je bent een favoriet, dat wil wel zeggen. Gelooft jij erin? Nee, persoonlijk niet. Ik krijg goed, maar ik geloof er niet van te kunnen winnen. Als je geen ongelukken had en geen, of niks tegenkwam, dat hij niet ver van de titel ging. Ja, dat is uit de avond uiteindelijk goed. Laat verstaan dat hij morgen heel niet ver ging zijn. Ik krijg goed, maar ik geloof er niet van te kunnen winnen. Waarom niet? Ja, ten eerste geen zelfvertrouwen en ik weet niet. Ik ga meer rijden voor de ploeg, denk ik. Waarom heb jij geen zelfvertrouwen? Ja, waarom? Ik weet niet. Ik weet het zelf niet. Het tweede kampioenschap was hij in vorm en dat superform, zei hij. Moet je kleren meenemen. Dat was van veel koers, mooie kleren mee, omdat hij toch wist, ja, dat de receptie had. Dat wist ik, ja, ola, gevaarlijk. Mooie kleren mee was in de drie eerste. Jean-Pierre Montserrat ruikt zijn kans om wereldkampioen te worden, maar de Belgische ploeg heeft te veel kopmannen. Ook Merckx, Godefroot en de Vlaming hebben hun zinnen op de regenboogtrui gezet. De discussie over de te volgen ploegtactiek loopt hoog op. Men heeft ons gevraagd om niet tegen elkaar te rijden. En waarom zouden wij tegen elkaar rijden? En ik zou zelfs mijn plicht doen, zoals ze het gevraagd hebben, om eventueel een ander Belgische renner te doen zegevieren. Ik zou dan graag willen dat ze over iets spreken. Zoals bijvoorbeeld ja, dat ze een premie beloven, maar er is nog over geen premie gesproken. Ja. Indien andere renners van andere ploegen bereid zijn voor mij te rijden, ja, dat, en moest ik winnen, dan zou het helemaal normaal zijn dat ik die renners daarvoor zou iets moeten geven. Wie zijn werk doet tijdens de wedstrijd, kan er gesproken worden en kan er betaald worden eventueel bij een overwinning. Maar voor de wedstrijd vind ik het niet logisch. Die jonge renners, de Vlaming Montserrat, werden aanvaard. Merckx, Verbeek en ik en de anderen, dat zijn collega's. We stonden niet meer toch gemest tegenover elkaar. Maar er was geen eenheid. En ze move off voor de championship of the world. Als we met de bus naar de start reden, was hij helemaal bezig. Goh. Ik wil hier winnen vandoor en me gebeuren wat dat wil. Dat hij attent ging zijn en zitten, zei hij tegen mij, zitten. Ik kan zien dat je niet tegen Mirit ook wegziet. Allemaal van die dingen. Allemaal was echt binnen hier allemaal. Jean-Pierre, hij moet dat toch weten dat ik tegen hem niet rijd. Ja, als je met zo'n vriend zit, dan zit hij bezig. Ja, als hij weg is, moet ik niet rijden en moet zien dat ik eerst weg zit. Zo. Hij zei wel vrienden, maar je wil wel zelf winnen. Hè. Allemaal jongens met ambitie. En ja, de ene wou de koers zou willen uitmaken wie dat kopman zou worden. En dat is ook zo gebeurd. Montserrat rijdt een heel attente koers. Van bij de start gaat hij mee in elke ontsnapping. Waar hij geen ontsnapping was, Montserrat was mee. Geen ontsnapping was, altijd was Montserrat mee. Hè. Om toch maar niet in de positie te komen van te moeten afstoppen of ploeg moeten spelen. Nee, alleen dat ik hem toch al voor de eerste keer werkelijk geprofileerd als een groot renner. Hè. Halfweg het wereldkampioenschap.
Na een zoveelste ontsnappingspoging komt alles weer bij elkaar. Het harde labeur van Montserrat lijkt voor niets te zijn geweest. Het wordt menens als op 50 kilometer voor de aankomst de Italiaan Felice Gimondi er vandoor gaat. Il circuito non era molto duro, però c'era vento quel giorno lì e quindi non essendo duro io non ero veloce e dovuto cercare di fare la corsa più dura possibile. Sono andato in fuga a circa 160 km d'arrivo. Quanto onore di marcia, Juan? Ja, tiene di guadagno, Juan? Zegt hij, als er niet koest, of wat er niet koest wordt, zal Gimondi en Van Zijl voorop blijven. Dan ben ik maar een paar keer gedemareerd. Ik zal nog niemand niet zien, maar alleen het gaat erin. Dan ben ik daarin gelukt en zijn we voorop gebleven. Voor de zoveelste keer gaat Montserrat in de aanval. Er ontstaat een kopgroep van 6 renners. Dit lijkt de beslissende vlucht te zullen worden. So here they come, this leading group of 6 riders, Gimondi of Italy, Vasseur of France and Jean-Pierre Montserrat of Belgium. Leif Mortensen of Denmark, champion of the world as an amateur last year, Rouxel of France and Les West of Great Britain at the front of the group at the moment, the champion of Britain. Coming through the S Bend at Newbold Verdant Village with about 6 miles to go, the breakaway group of 6 riders who lead by 45 seconds on the main field in an absolutely tremendous World Professional Cycling Championship, which is now approaching its climax. Montserrat was in een goede ontsnapping en ik denk dat ik eerlijk het spel gespeeld heb. Alhoewel dat er anderen waren die gevraagd hadden om wat gaan we doen, ik zeg gewoon afstoppen. Niet iedereen van de Belgen is het daarmee eens. En bij sommigen haalt de ambitie het op de afgesproken ploegtactiek. Ik weet dat ik weggesprongen ben, ik denk de laatste ronde. Het was een kleine elling, ik was met Verbeek en Bitossi. En ik was heel goed genoeg om wereldkampioen te worden. En toen op die helling ging ik vol door en Verbeek riep, oh, de fout van mijn leven heb ik gemaakt om te wachten achter Verbeek. There they are, Godefroot in the front from Bitossi and just behind Verbeek. Two Belgians and an Italian and the brakes coming from the bunch now as they put on the pressure to try and catch them. This is going to be an absolutely tremendous storming finish here in Mallory Park. As they come round with just about a mile to go, the pressure mounting. And here they come, really trying to go. Montserrat makes an attack, doesn't make it. Gimondi comes up alongside him. Montserrat looks back to see where the bunch are. Montserrat may be thinking about Merckx, because Merckx he's got to guard. Having a look at the others as they come through. Jean-Pierre ha provato una volta o due, però io ero sempre andato dietro e dietro a noi a pochi secondi c'era Bitossi, e Godefroy e Verbeek e quindi non volevamo farli rientrare perché sennò si mischiavano di nuovo le carte, era meglio lasciarli dietro, no? They're all looking behind them because they know that they can get caught. Praticamente io avevo parlato con Jean-Pierre per vedere se lui tirava volata lunga. Non abbiamo parlato di soldi, però le avevo chiesto di tirarmi la volata. È chiaro che dopo vincevo dovevo dare anche qualcosa. They've got less than a mile to go now and the crowd are standing on their feet inside the pack stands. There's about 50,000 people in here and they're roaring off their heads as this group comes down towards the finish and coming into the stadium. Vasseur leads them as they come round. Ude på den sidste omgang, der siger Alain Vasseur til mig, jeg vil køre spurten for dig. Men Alain Vasseur lader sig falde tilbage fra Gimondi og Leslie West, så lige pludselig så er jeg et lille stykke efter. Frem for at Vasseur, jeg opdager så, at Vasseur vil slet ikke køre spurten for mig. Jean-Pierre er partito lì. Io non potevo più uscire perché qui ero la corda, ho dovuto tornare indietro e uscire di là, ma ho fatto altro che tirare la volata a Mortens. Op dat moment beslist de BBC de achtervolgers in beeld te brengen. Een jammerlijke beslissing, want buiten het oog van de camera plaatst Montserrat zijn verschroeiende jump. Niemand kan hem volgen in zijn sprong naar de eeuwige roem. It's going to be an absolutely tremendous finish. After 160 miles of racing, the group is spinning up.
and everybody is going like lions for this one, straight into the teeth of the headwind. Everything's going, the attacks are on, and this group are still together. Absolutely tremendous, this attack, and they're all going for it this time. We come back up to the front, and there they are, there's just three of them left as they come round the corner, and West is still with them. This is tremendous. Jim Mondi is in the front, and I think it's Vasseur, the Frenchman, in second place, and West of Great Britain third. And who is this coming up at the back? This must be the man that's in the front at the moment, who's broken away from them. It's all going mad here inside Mallory Park as we come up to the end of the World Professional Road Championship. And the crowd are roaring for this, and it looks like the Belgian has got this one. And it's going to be Monterey get this at the line, and West is at the back. Monterey has won. Monterey has won. Morton's on his second, Shimondi third, West is fourth. But what a tremendous piece of riding there by Jimpy Monterey, who slipped away almost unseen by the cameras, by everybody, as he made his bid for victory. Achter de meet is die van eerste keer tot bij mij gekomen. Het eerste dat zei, mijn premie is er al aan. Dat was het eerste die zei, mijn premie is er al aan. Ik heb die twee Fransen in de slaap gepakt. Monserré is wereldkampioen. Daar was werkelijk niets meer aan te doen. Nog gemerkt, nog Golden Brood. Jean-Pierre was veel te groot. Er is echt niet van niemand die dat geloofde. Hij zei van allemaal, prof, samen weer een kampioen. Maar nadien zeg, ik kwam daar toe alleen, jongens. Echt, dat is dan een moment begrijp je dat nog niet. Maar nadien dat je begint te beseffen, maar ik zag hem weer een kampioen. De renners reden daar, gezwint de titel van de wereld. Maar mensen, wie gaat dat verwachten, jongen van ons kan? Die niet de roep nu plegen zint en zingt door van zijn kant. Monserré is wereldkampioen. Je ziet welke lichting dat er toen aanwezig was, dan spreekt de lichting van mijn generatie, zowel de Italianen, Fransen, Nederlanders en zo. En komt als nu op prof, daartussen en geleid je wedstrijd zoals je die geleid hebt en je wint op die manier, ja, dan is het zeker dat je iets meer kunt dan zo'n ander. Hè. Is dat maar standaard als zijn gekomen? En je moet bij de gebeuren van neer. Kost niet en nussen. Ja, ik kon hem niet op zich mag kunnen nemen. En wij hier toch gekomen hadden gedaan met dit en stond daar door de wijsheid. Van de mensen. Ja, rustig staan natuurlijk. Wat was je gaan doen dan? Je kunt dat niet beschrijven wat dat is. Ja, weer een kampioen worden. Dat is het hoogste dat je kunt brengen. Wie had dat gedacht, zeg. En wel, denk ik. Want de mooie kleren waren mee. De jongste naoorlogse wereldkampioen wacht een moeilijk seizoen. Flandria telt te veel kopmannen en allemaal willen ze een hoofdrol spelen. Monserey gaat twijfelen. Een mooie aanbieding van Salvarani, de Italiaanse ploeg van Felice Gimondi, lonkt. Moet hij wel bij Flandria blijven? Io lo volevo nella mia squadra perché avrebbe fatto buon gioco anche per me, perché ero più forte nelle gare a tappe. Lui per le gare di un giorno, quindi avremmo dato a Salvarani un equilibrio tecnico-atletico ad altissimo livello, hai capito perché lo volevo? Na zijn wereldkampioenschap titel er niet wel naartoe gegaan, hij is nog een jaar bij Flandria gebleven. Maar hij zag ook dat hij in de ploeg onhoudbaar werd. Hij wilde ook al enkele uitgesproken kopman zijn. Hij wilde een ploeg rondom hem, hè. Echt een ploeg. Ja. Er ging alles is probleem komen ze, nee, maar vier kopman kon je niet blijven, nee.
met zijn trui aan als wereldkampioen. En je wordt niet 100% daarin gesteund. Dat kon niet ook aan die structuur, ja. De Vlaming kon hem moeilijk nachtspelen van een monster. En omgekeerd ook. En dan een kot met 3 jongens of met 4 jongens, houdt dat niet tegen. En dat was 3 jongens te veel. Ik ging Jean-Pierre, maar ik weet niet waarom, maar voor Jean-Pierre kiezen in ieder geval. De beloftes die hem gedaan geweest en na het wereldkampioenschap zijn nooit kunnen ingelost worden. Hè. En ja, Paul Kloos zeggen wel, ik had 100% voor Monsteren gekozen. Maar dan moest hij van in het jaar nadien al gekozen hebben voor Monsteren. En iedereen die aan de start komt, in de koersen en vooral in West-Vlaanderen dan nog, rijdt in diensten van Jean-Pierre Monsteren en daarmee gedaan. Hè. Hij is tenslotte van rekening wereldkampioen. Hè. Niet alleen de ploegtactiek stemt hem ongelukkig, ook de vriendschap met Roger de Vlaming leidt onder de regenboogtrui. Jean-Pierre heeft wel letterlijk tegen mijn pa gezegd, kijk, ik ben onze vriendschap, hè, met een beste vriend Roger. Dat is hetzelfde niet meer sinds die trui. Jean-Pierre was wereldkampioen, dat je daar in je binnenste wel een beetje jaloers voor zijn. Dat is toch logisch, dat je er jaloers, je moet er jaloers voor zijn, hè? Maar je moet het niet laten zien. Hè? Nou ja, dat zoiets vind ik toch, je wint altijd liever zelf. Ik zou er veel voor gedaan hebben, natuurlijk niet alles, want je hebt tenslotte je eigen carrière. Hè? Maar Jean-Pierre moest een vriend blijven van mij. Ik zou er echt vanaf toen dat het een beetje minder ging. Zo, hè? In de winter van 1971 zien de boezemvrienden van Weleer elkaar maar zelden. Jean-Pierre Monseret traint wel bijzonder hard met Jacques Delva om in de beste conditie aan het nieuwe seizoen te beginnen. De lat ligt hoog. Jean-Pierre was enorm ambitieus en wilde werkelijk, hij wilde de hoogste ladder bereiken. Die wilde naast Merck staan eigenlijk. Hè. Na het succes van het WK waren ze echt heel goed bezig. Ze hadden een plan, hè, in die, om er echt iets van te maken in 1971. Hè. De eerste volgende opdracht was eigenlijk Milaan-Sanremo, maar die is er nooit gekomen eigenlijk. Bij de voorbereiding op Milaan-Sanremo is het meteen raak. Monseret wint 2 ritten en het eindklassement in de Ronde van Andalusië. Maar hij wil ook pronken met zijn regenboogtrui dichter bij huis. Hij wil de voorjaarskoersen in West-Vlaanderen winnen. De verstandhouding met Roger de Vlaming is helemaal zoek. Jean-Pierre wilde de koersen in West-Vlaanderen winnen. Dat was tegen Jean-Pierre zijn deur. Ja, de Vlaming was hem te vlug af. Ja. En hij heeft dan niet kunnen rechtzetten met de ploeg. En ja, er zaten al een paar strubbelingen in het dood uit. Ze reden het elkaar viel dan. De Vlaming en Monseret. Dus die twee hadden een beetje, zaten er een beetje dom te rienen. Roger had hem daar een beetje geduffeld en iedereen zat te kijken. Sander spierde de serieuze woorden gebabbeld terug in de kleerkamer in Brugge. Ja, hij was gebeten, hij was echt gebeten. Monseret roept mee, ga ik er binnenkomen hier, dus wordt dat een verkleed, dat was in een café daar op Zand. En toen heeft hij gezegd, toen kreeg ik mijn win zijn zaterdag Milaan Sanremo. Maar we moeten overeenkomen. Als ze me doen, liep dat meer dan tegen elkaar in, kan het niet aan. En om niet overeenkomen, ik liever naar Milaan Sanremo niet te gaan. Of dat, dus, en toen heb ik gezegd tegen Noël, zei Noël, ga je naar de Vlaming, omdat het ook van Eeklo is. En morgen ga je alle drie, naar Reti, naar Rien. En ze gaan hem maken dat morgen Jean-Pierre wint. Dus dat men overtuiging heeft dat ze nu 100% erin voor elkaar. Maar ja, niet veel goesting eigenlijk van mee te gaan naar Reti. Ik zei, ja, we gaan trainen. Ik zei, we gaan 120 kilometer meer rijden. Want het was niet al te goed weer. En ik zei, dan stappen we af. Ik zei, gaan we niet aan moe veranderen. En is het dan afgekomen naar Reclo. Toen zijn we samen vertrokken. Hè. Ik dacht, een beetje de vriendschap herstellen. Zo. Maar we hebben nog veel leuten gehad in de auto. Ja, dames en heren, is morgen
iedereen allemaal bijzonder hartelijk welkom iedereen. Die vandaag is het de 38e herdenkingsprijs Jean-Pierre Monceré. Je is net eens bij mij gekomen rond een 10. En je zegt, goh ja, moet ik zeggen, ja, van de TG-rein. Je is van Bios naar Vlamings gereden. En is naar hem gaan kleden en reed hij bij een pastoor. En je zegt tegen die pastoor, kijk, hij heeft hier mijn horloge, mijn ketting en dat krusje dat we mee hadden van Andalusië. En op dit dat ik niet meer weer kon zeggen, zo dat wij nep zijn. En meen dat achteraf weer gekregen. Dus hij had ergens een voorgevoel dat er ging zijn. Aangezien dat het zo gezegd had. 38 jaar geleden, op maandag 15 maart 1971, verongelukt Jean-Pierre Monceré tijdens een kermiskoers in Réthy, in de Antwerpse Kempen. Ter hoogte van Lille rijdt hij nog samen met Roger de Vlaming in de kopgroep, die een waaier heeft gevormd. Halfweg de wedstrijd laat Monceré zich uitzakken naar de laatste plaats in de groep, kijkt een ogenblik achterom en bemerkt niet de stilstaande wagen waartegen hij aanrijdt. Jean-Pierre Monceré, amper 22, overleeft de klap niet. Maar we hebben vertrokken en na een kilometer of 60, 70 hebben we vooruitgereden met 17 man. In een waaier en het peloton lag op 2 minuten zeker of zo. Ja. Het laatste dat we gezegd hebben was dat we gingen stoppen in de rit, dat we gingen afstappen. Ik zat in een tweede waaier, dat weet ik nog zeer goed. Ja, dus we zien bij een valpartij gisteren. Ja, dat was een 300-400 meter dan ze voor ons worden. Je ziet geen valpartij, je ziet geen iemand vliegen. Ja, maar ja, dat gebeurde er zoveel. En tegen dat ik de rem van zijn leven dichtknop, zag ik dat Monceré op straat lag. Ja. En dat worden, ja, de eerste zicht vond ik dan niet zo ernstig. Want ik zag ik een beetje bloed aan zijn knie. En op een duur verscheen er wat bloed uit zijn neus en uit zijn oor. Dan kwam er geen beweging meer in, die bleef er zo roerloos liggen. Ja, zo roerloos, ja. We hebben direct geremd, he. dat was weer een slag. Zo. Dat had je nog nooit in je leven niet goed. Niet altijd goed, zo. En ja, we zijn weer direct gestopt en teruggekeerd. We waren nog geen 100 meter verder. Dat ging 50 per uur. Bepaalde mensen worden in paniek, he. In plaats van er kalm met te blijven. Ja, ik weet het wel, een monster ligt erbij, maar er was iets onwezenlijks, dat kon bijna niet gebeuren, niemand meer wereldkampioen en daar zou liggen. En dan die vrouw die zo onwezenlijk en in een wagen zit, ja, daar komen verwijten van, hè. Maar geloof dat allemaal niet, hè. Ze aan het roepen en aan het killen en... Dat is dan moeilijk, om nu te tuiten dat je verder gerezen bent en al die verwijten en kijk ik wat je gedaan hebt, maar ja, niemand doet je iets opzettelijk, hè. Dan is er dan een andere manier bijgekomen. Ik kon niet weten dat er een dokter was, dat is geen te grote, maar ik kon echt niet meer zeggen wie dat was. En ja, pak dan een afslag aan het en het is gedaan. Ja. Die man die lag daar, bewegingloos, veel bloeding te zien. Eerst een indruk, dat was helemaal, die man is dood. De tweede vraag die we zullen stellen, is hij inderdaad een dood of kan hij gereanimeerd worden? En dat gaat natuurlijk allemaal heel grappig, dat je zegt nee, dat gaat hier niet. Dat is plots overleden. Dan de omstandigheden van het ongeval die me uitgelegd worden, dan zeg je dan kan alleen dat de oorzaak geweest zijn. Het geeft mij nu een nekslag. Hij was de laatste renner, hij zal achter hem gekeken hebben zeker wat dat peloton zat ofzo. En is op die Mercedes geknald, die Mercedes stond een beetje aan de kant zelfs. Ja, we hadden heel de baan nodig, geen waaiers. Jean-Pierre moet achter hem gekeken hebben waarschijnlijk, hè. Dat kan niet anders. Hè. Want hij kon ook heel goed sturen met zijn fiets. En, het is eigenlijk onbegrijpelijk. Hè. Dat is
als nood naar toeslaat. Laatste ronde. Ik was altijd mee. Altijd was ik mee naar de koers. Ja, een reetje was ik er niet bij. He. Ik moest inpakken, ik moest zijn valies klaarmaken he, voor Milan Sanremo. En we luisterden op de radio naar Paris-Nice. Onze kameraden zaten in Paris-Nice. En plots, om 3:00 of 2:15, een speciaal bericht dat de wereldkampioen verongelukt was. Maar het moment, ik besefte eigenlijk echt niet. Wat ik kon het niet geloven, dat besefte ik niet. Dat ik naar de buren gelopen. En toen zag ik, ja, dat was degelijk Jean-Pierre was. He. Ik zag dat aan de buren, dat Jean-Pierre was. Iedereen liep op straat en was in paniek. En, nou ja, dat was... Ik ken de heren voor. Ik zou hem verongelukt met notenboom, niet met, met zijn fiets. Het was een kat op zijn velo. Maar ik zeg, voor mij, door dat mes te geweren, en de nood te laten gezien. Maar ik kan het niet verklaren, die het niet kan verklaren. He? Jean-Pierre heeft niks gezegd, he? Maar hij was in de slag weg. En voor mij heeft hij nooit die nood gezien. En die juffrouw was er niet aan de kant van, want er was niemand die voorbereid. De jonge Josphine Lammens rijdt die dag, niets vermoedend, de koers tegemoet. Wist niet dat er koers was? Nee. Niks van gehoord? Nee. Ik heb niks zien staan. Niks. Geen zijgeers of niks. Want dan had ik niet doorgedeeld, want dan had ik gestopt dat de koers voorbij was. Hè. Ik heb niks gezien. Is er al ooit bij de wedstrijden die jullie georganiseerd hebben de zwaantjes mee betrokken geweest om dus de wedstrijd te beschermen? Zeker, meneer Simans, tot over enkele jaren. En dan hebben ze mij de zwaantjes ontnomen. En daar heb ik heel veel... Wie ze? Wel, dat is natuurlijk de hogere instantie. Was er een aanvraag bij de Rijkswacht voor deze wedstrijd? Nee, meneer Simans, omdat wij dus bij ondervinding, en zelfs de Rijkswacht heeft me dat daar juist nog verteld, als dat het onmogelijk is om bereden Rijkswacht te krijgen, wanneer dat het geen klassieke wedstrijd is. En om die reden zouden wij geen beroep kunnen doen op bereden Rijkswacht. Ja, ik kwam van Giel en ik reed naar Lul. Ja, en eerst was de koers daar en zijn ik opzij gegaan. Dat compleet stil stond, want ik stond compleet op het gras. Toen ga ik die koers zag aankomen, zijn ik opzij gegaan. Hè. En dan is die op mijn auto gereden, dus de linkse kant op weer wat gevlogen. Hè. Dus de linkse kant erop gevlogen. Maar ik zei, die juffrouw heeft al uitgehouden dan. Alsoveel of dat minder zijn schuil heeft. Dat was zijn beroep, dat was zijn bestaan. Je hebt er niet kunnen van genieten. Deel dat ongeluk, hè. Dat was erg. Ik kon er niet mee. Ik kon niets meer zeggen, niets meer. En afscheid nemen, dat was haar. Dat vond ik wel heel erg. Ik zal het nog niet vergeten, ik heb het nieuws gehoord. Ik zat in Parijs-Nice, in Montereau, in een klein hotel. En ik moet zeggen, dat heeft me zwaar beproefd. Ja, dat was een serieuze klap voor mij. Ik was er echt niet goed van. Ik moet zeggen, ik ben direct op mijn bed gelegen en ik heb geweend. Omdat ik vond het heel erg voor hem te vernemen. Ik had iets voor Jean-Pierre, ik kan dat niet uitleggen waarom. Het was een serieuze schok en dat peloton. En dat peloton was ook een jongen die enorm de wielersport populair maakte. Ja, ik zeg, die liet niemand onberoerd. Hè. Dus, dat, ja.
Het was toch een serieuze aderlaat tegen Monsley wegvallen. Ja. Peccato, peccato perché a parte quello che può essere un atleta, però quello aveva 22 anni, Jean-Pierre, 22 anni è tutta una vita davanti come uomo, come marito, come papà, come tante cose, insomma, più importanti che vincere le corse, ecco. Het zijn wel zware momenten geweest van, dat is logisch, als je een goede vriend verliest, dat is toen ik zijn kist opgenomen, dan heb ik beginnen wenen. En daarvoor heb ik geen ene keer geweend. Zo, raar. En, dat zijn geen momenten van nog een keer mee te maken. Zo. Ja, dat wat spreekt. Spreekt hij. Maar. Nou, trouwens, ja. Zo'n neem ik geen vrienden in mijn komen te zijn. Lekker in een jeugd. Dat kon ik absoluut niet meer gebeuren. Dat weet ik ook wel. Maar ik was een goed vriend kwijt, hè. Ik zou nog vrij vrienden geweest. Jean-Pierre was altijd met die, de kleine was altijd mee met hem. Altijd mee, dat was zijn kind, dat was, mocht er dan niet aankomen, dat was zijn god. Dat was zijn god. Die reed ook mee op zijn fiets rond in de straat bij ons, dat was echt ja, een bezorgde vader. Hè. Ja, lieve vader, ja. Giovanni was zijn god. Giovanni was eigenlijk, ja Jean-Pierre, mijn leeftijd eigenlijk verder, voor Giovanni niet, ja. Omdat mijn zoon wat karakter, wat streken, wat doen erin, alles dat kostte pijn was voor Jean-Pierre. Dat zijn twee dezelfde, die ogen, dat is hetzelfde. En op die fiets ook, de Giovanni, dat was altijd maar die fiets. En die had de fiets gehad van Freddy, voor zijn eerste communie, en dat was altijd maar fiets. Ik heb van alles gekocht. Een bals, auto's, om mee dus niks aan de fiets. Dat was opstaande fiets. Als hij met zijn koersfiets ging rijden, moest hij de uitrusting aan hebben van een renner. Met een wereldtrui en een naam. Ja, het was een monstertje, hè. Coloriek. Je zei dan ook, ik ga koersen met mijn papa. En je moest de kleren aan heen, met je papa. Jean-Pierre had ervoor gezorgd, je had alles in het kleine. Je had een buiken van wereldkampioen, want ja, je was toch nog zo klein, je was maar 28 man, moet je zeggen. Je had een buiken dan, en dan had met een velootje kost erin. Je had de rode buikjes van, in het kleine. En je had de sabatjes aan, je had de sluffertjes, maar ze waren te groot, die werden dan niet. Dat moest de juiste zijn. Dat moest de zin dat ik zei papa. En voor zijn eerste communie had hij een fietsje gehad, een koersje fietsje, met de trui aan van Jean-Pierre, weer een kampioen trui. En ja, hier een straat verder is die verongelukt. Nou, en vijf jaar tijd, en ook en dan nog met een fietsje dat ik gegeven had. Die zat al met de fiets, ik heb toen, ik heb hem niet meer trui zien. Nee. Ja, dezelfde manier van Jean-Pierre, ja.
En dezelfde, ja, hetzelfde truitje aan, dezelfde manier. Ook op die hoek van die auto, hetzelfde omvang. Ja, hetzelfde. Ook met zijn kameraadjes, met vier waren ze. Natuurlijk Giovanni op kopie, ja, die moest altijd winnen en altijd op kop zijn. Hetzelfde van Jean-Pierre altijd, maar liever te winnen. Ik weet hetzelfde. Ja, Giovanni. Dan zijn de grootste krachtjes. Van Norman. Dat is de grootste klokhuis. Jean-Pierre is nog wat klok, maar Giovanni. Mama is niet meer van hem. He. Maar niet meer over. He. Het is toch zust, hè? Het waren spannende jongens, hè? Of hij is te spannend voor dat hij werkte met een bloemboer.